Maar volgens mij is er iemand die nog veel jonger is. En ik denk dat ik jou zie. Ja, ik wil heel kort, niet, ik wil je niet ongemakkelijk maken, maar ik kreeg een berichtje van oma, van jouw oma. Want daar zit Eloïse, ik voor de mensen. Eloïse zit daar in het publiek. Ja, Eloïse. Eloïse, hoe oud ben jij? 9. En nou, je hoort het al, 9. Dus die komt uit Ramsdonksfeer Brabant, ja, toch? Zeg je goed. Je hebt 2,5 uur in de auto gezeten. Minstens. En dat maakt het voor mij dus extra bijzonder allemaal. En Eloïse, ik zal het gewoon even vertellen, want dat is gewoon gek om een microfoon naar je toe en zo. Je hebt spreekbeurt gedaan, hè? Over. Ja. Super vet. En ik had begrepen dat het heel goed ging, maar dat je het cijfer vandaag wilde vertellen wat het geworden was. Eloïse, een 10. Super gaaf. En daarom wil ik. Ik had ook niet anders verwacht trouwens, hè? Dat had ik al tegen gezegd, dat komt helemaal goed. Een 10, dat is natuurlijk een speciaal momentje waard. Dus ik wil graag het volgende lied. En ik denk dat dat ook jouw favoriet is, om het naar jou ook te dragen. Knooien. Ja? Dat doe je al gek genoeg. Ik laat de nachten wakker van, maar nu laat ik het los. Oh, wat is het mooi dat ik het anders doe. Dat ik mijn tijd verknooi en word er als een koe. Een onbewandelpad spreekt mij het meeste aan. Ervan vind, dat doet er niet toe, dat bepaalt niet mijn geluk. Maar kijk toch eens aan, voor als ik sta, ik heb de wind nu in de rug. En als op een dag die wind weer keert, dan deins ik niet meer terug. Oh, waar is het mooi dat ik het anders doe. Knooi wel.